Op de dag van de 100 in het Vlaams parlement kwamen 100 leerlingen samen om te brainstormen over de toekomst van het onderwijs. We hebben in de ochtend een kleine speech gekregen van een leerkracht uit de KU Leuven over wat de eindtermen eigenlijk zijn en korte informatie er eigenlijk rond en wat dat wij nu, waarvoor wij nu eigenlijk nu hier zijn voor dat aan te passen en op ideeën te komen. Vandaag zitten hier nu dus 100 scholieren, zijn nu momenteel hun eerste workshop aan het volgen over hoe dat ze een debat op school kunnen organiseren. De hoofdvraag is: wat moeten scholieren leren op school? En als Vlaamse scholierenkoepel proberen dus vandaag 100 scholieren klaar te stomen om dit debat bij hun op school ook te voeren. Het idee is dat wij hier vandaag vertrekken om een concreet plan mee te nemen naar onze school en daar zelf rond te werken. En later weer met de organisatie die dit hier vandaag organiseert een terugkoppeling te creëren met de ideeën die wij van onze school hebben meegekregen, zodat iedere leerling of zoveel mogelijk leerlingen in Vlaanderen gehoord worden. Ook de leerlingen vinden Dag van de 100 een belangrijk project. Ik vind het een zeer interessant concept, omdat normaal gezien is het altijd de politici en de bekende personen die altijd al die dingen regelen, maar nu dat de jeugd zelf betrokken wordt in zulke zaken en dat wij zelf onze stem kunnen laten horen en zo onszelf kunnen representeren, de jeugd kunnen het onderwijs kunnen representeren. En dat ik vind het een heel creatief en goed concept wij zelf kunnen zeggen hoe wij vinden dat erop staat. Verwezenlijken op zich, dat hebben we nog niet gedaan, maar eigenlijk het feit dat hier vandaag zoveel scholieren aanwezig zijn die hun mening gaan geven, het feit dat de minister ook vanmiddag komt en dat hij ook al op de persconferentie is geweest, wil wel zeggen dat het ook echt leeft bij de parlementariërs dat de scholieren inspraak krijgen in het hele project.